Iris Gorkowski de Forshow, directeur van basisschool De Bloemberg, is maandagavond uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar 2023. Dat werd bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen in Concertgebouw De Vereniging. Lieve aanwezigen in de vereniging, dit is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen 2024. Tijdens de nieuwjaarsreceptie was er onder meer ruimte voor muziek en literatuur door bekende Nijmeegse dichters en ook de traditionele nieuwjaarstoespraak van burgemeester Bruls. Het was de beste der tijden, het was de slechtste der tijden. Het was de eeuw van wijsheid, het was de eeuw van dwaasheid. Ik vind het altijd een heel mooi begin van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie heeft eigenlijk al jarenlang dezelfde formule. Maar waar het vooral om gaat, is mensen die elkaar ontmoeten. De bijeenkomst werd afgesloten met de bekendmaking van de Nijmegenaar van het jaar, die door middel van een gedicht van Wout Waanders werd bekendgemaakt. In elke zin zit een eerste letter. Als je die achter elkaar zet, dan zie je de winnaar. De winnaar vandaag in de Nijmegenaar van het jaar 2024 is Iris Gorkowski de Forshow. De Forshow werd nogal overvallen met de winst en had liever gezien dat de mede-genomineerde Larry Grote er met de prijs vandoor ging. Ik ben nog steeds niet van de schrik bekomen, dus ik weet het niet hoe het voelt. Ik ben overrompeld en verrast. Ik vond het alle drie prachtige kandidaten, maar zij is natuurlijk wel iemand die al sinds jaar en dag bezig is met kinderen die vanuit een land komen, Nederlands totaal niet spreken, soms zelfs helemaal geen scholing hebben gehad. Het is zo super belangrijk dat je leert lezen en schrijven in het Nederlands. Ja, zij is een prachtig voorbeeld van iemand die boodschap ook probeert toe te passen in de praktijk. En vooral de manier waarop ze het doet, hè, als een soort moeder van die school. Voor De Forshow is het allemaal wat overweldigend. Wat zijn nou uw goede voornemers, hè, als directrice van De Bloemberg in het nieuwe jaar en nu dus als Nijmegenaar van het jaar? Ja, daar heb ik dus niet over nagedacht, want ik had niet verwacht dat ik het zou worden. Dus gewoon blijven ontwikkelen, blijven doen en zo goed mogelijk onderwijs blijven geven. Nou, van harte gefeliciteerd. Geef een geweldig applaus.